Een uitgebreide smartwatch met fijne bediening die verkrijgbaar is vanaf zo'n 230 euro. Dit is de Samsung Galaxy Watch 3. De Samsung Galaxy Watch 3 is verkrijgbaar in twee formaten, 41 mm en 45 mm. Dit is de 41 mm versie. De 45 mm versie ziet er bijna hetzelfde uit, maar heeft in het randje rond het scherm kleine ribbeltjes. Vind ik persoonlijk wel mooi. Hij is in een aantal kleuren verkrijgbaar. Deze bronzen is zeker niet mijn favoriet. Ik vind het jammer dat ik hem in deze kleur heb gekregen. Niet alleen is de kleur zelf gewoon niet helemaal mijn ding, maar ik vind het bandje ook een beetje doffig, viezig overkomen. Nou ja, als het wel je ding is, ook helemaal prima natuurlijk. Als het niet je ding is, kun je lekker een andere kleur kopen. Hij is er namelijk ook nog in het zilver en het zwart. Daarnaast is er een titanium versie. Die heeft een titanium klokje. Normaal is die roestvrij staal. En een stalen bandje. Dat bandje is normaal van leer. Die kost zo'n 200 euro extra, dus dat is een behoorlijke investering. Maar ik vind het mooi dat Samsung zoveel keuze biedt. Verder is het ontwerp niet te dik, afhankelijk van welke versie je koopt, groot of wat minder groot. Hij is waterdicht tot 5 atmosfeer, dus je kan er gewoon prima mee zwemmen. En ik vind het ontwerp prima in elkaar zitten. Het is misschien niet de mooiste smartwatch die ik ooit gezien heb, maar zeker een stijlvol klokje met dus veel opties in het ontwerp. En mocht je het bandje nou niet mooi vinden, dan kun je hem altijd met een standaard quick release sluiting gewoon vervangen. Zeker een van de sterke punten van dit horloge vind ik de bediening. In de basis zit het vrij standaard in elkaar. Je hebt wat widgets op je homescreen, naast natuurlijk het klokje. Als je naar beneden veegt, krijg je een soort van quick settings menu. Het onderste knopje is de menuknop, waarmee je al je applicaties opent. Nou, so far is het niet heel bijzonder. Wat wel bijzonder is, is de ring rond het scherm. Die kan helemaal draaien, waarmee het een soort van scrollwieltje wordt. Ik vind dat echt ontzettend fijn werken. Het is een hele makkelijke manier om door het menu te scrollen. En het ontlast dat schermpje wat. En zo'n klein schermpje is toch niet altijd ideaal om te bedienen. Dus ik vind dat Samsung dat heel slim gedaan heeft. Verder, het scherm zelf is mooi. Het is een OLED-scherm, afhankelijk van het formaat natuurlijk wat kleiner of wat groter. Deze versie heeft een 1,1 inch OLED-schermpje. Het is scherp genoeg, het is helder genoeg. Er zit een dual-core processor in dit horloge die ook snel genoeg werkt. Dus de bediening zit echt goed in elkaar. Ik moet wel zeggen dat het horloge zoveel opties heeft. Dat als je iets dieper in de menus gaat zitten, dan zijn er wel heel veel opties. En dat is op zo'n klein schermpje natuurlijk niet super overzichtelijk. Dus daarmee kan het een beetje overwhelming zijn. Maar ja, dat is de prijs die je betaalt voor een hele uitgebreide smartwatch. Want dat is het zeker. Hij draait dus op Tizen, Samsung's eigen besturingssysteem, waarvoor behoorlijk veel applicaties ontwikkeld zijn. Zo heb je bijvoorbeeld een Spotify-app en een Strava-app. Je hebt echt redelijk wat mogelijkheden wat dat betreft. Dat is heel erg fijn. Je kunt dus muziek luisteren, dat kan via die Spotify-app, maar ook via de ingebouwde muziek-app waar je gewoon muziek op het apparaat kan laden. Er zit 8 gigabyte geheugen in. Ik moet zeggen, die Spotify-app die werkt niet zo stabiel en fijn als ik zou willen, dus het is niet het grote voordeel dat je misschien zou denken, maar het is fijn dat je wel iets met Spotify kan. Verder krijg je natuurlijk netjes meldingen van je telefoon door, je krijgt ook gesprekken door. Je kan niet echt uitgebreid typen op het horloge, maar er zijn wel wat mogelijkheden. En er zijn ook wat standaard berichtjes waarmee je kan antwoorden als je een berichtje krijgt. Het horloge kan in theorie betalen. Hij heeft NFC-ondersteuning, maar Samsung Pay is de dienst die daarvoor gebruikt wordt. En Samsung Pay is nog niet beschikbaar in Nederland. Dus dat is jammer. Met smartwatches van Apple, met Android Wear erop of Garmin en Fitbit kun je in Nederland wel betalen. En met deze kan dat dus in ieder geval op dit moment nog niet. De Galaxy Watch 3 werkt zowel met Android als met iOS via de Samsung Wear app. Nou, die Samsung Wear app die werkt dus op al die platformen. Bij een Samsung smartphone krijg je er iets meer functies bij. Je kan bijvoorbeeld een ECG, dus een hartfilmpje maken. Dat kan alleen maar in combinatie met een Samsung smartphone. Dus hij heeft iets minder functies als je met een ander merktelefoon gebruikt. Maar het is niet zo dat hij daardoor sterk gehandicapt wordt. Kijk je naar de sport- en bewegingsfuncties, dan doet hij ook gewoon erg goed zijn ding. Alle standaard dingen zitten erop, dus slaaptracking, stappen tellen, bewegingsmeldingen. Dus als je te lang stil zit, krijg je een melding als je wil natuurlijk dat je even moet gaan lopen. Nou, dat soort dingen zijn tegenwoordig vrij standaard, doet hij allemaal. Er zitten ook wat ademhalingsoefeningen bijvoorbeeld op. Hij kan je stressniveau meten, hij kan je bloedzuurstofspiegel meten. Er zit gewoon een hartslagmeter op die, voor zover ik dat kan beoordelen, zonder referentie hartslagband bijvoorbeeld, goede resultaten neerzet.
Sporten gaat ook goed, er zit een ingebouwde GPS in. Normaal wordt je sport opgenomen via de Samsung Health app. Dat is al een vrij uitgebreide app waar je bijvoorbeeld ook trainingsschema's kunt inladen. Je kan gewoon netjes grafiekjes zien van je hardlooprondje of je tennissessie of wat je dan ook doet. Die trainingsschema's zijn wel een beetje beperkt, moet ik zeggen. Als ik het even over hardlopen heb, kun je bijvoorbeeld wel een trainingsschema voor 5 of 10 kilometer inladen. Maar voor een halve marathon of een marathon is dat geen optie. Die Samsung Health app die heeft al sociale functies ingebouwd, maar ja, ik kan me voorstellen dat je vrienden die niet zo gebruiken en wel Strava gebruiken. Je kan ook gewoon met Strava synchroniseren, dus dat werkt erg goed. Je kan ook een Strava app op het horloge downloaden. Daar zie ik niet zoveel meerwaarde in, maar goed. Het is allemaal aanwezig, het is allemaal mogelijk en het is super uitgebreid. Er zit ook een hoogtemeter in het horloge ingebouwd. Moet je wel even een app voor downloaden, maar dan heb je gewoon een nette hoogtemeterfunctie die je handmatig of automatisch kan kalibreren. Op sportgebied alles erop en eraan. Ik moet ook zeggen, de GPS-functie werkt goed. Ook als je je telefoon niet meeneemt, dan heeft hij eigenlijk meteen een fix. En de gegevens zijn vrij accuraat. Dat eerste vooral, dus meteen een fix hebben, is niet iets dat op elke smartwatch direct goed werkt. De Samsung Galaxy Watch 3 is kortom een heel uitgebreide en fijne smartwatch in het gebruik. Maar daar betaal je helaas ook een prijs voor. Dat is de batterijduur. De batterij is groot genoeg voor ongeveer 1,5 à 3 dagen gebruik, afhankelijk wat je er precies mee doet. Dat is natuurlijk al niet heel erg veel. Wat een bijkomend nadeel is, is dat opladen gewoon echt heel traag gaat. Hij laadt draadloos op via Qi, dus dat kan met bijvoorbeeld een draadloze lader, maar het kan ook bijvoorbeeld op de achterkant van je Samsung Galaxy S20 of 21. Dus wordt ook een ladertje meegeleverd. Dat is gewoon een soort van magneetlader die je er achterop klikt. Die je verder zelf in een laptop of in een blokje dat je al hebt voor het stopcontact moet doen. Nou, dat is allemaal prima, maar dat laden dat duurt minimaal 2 uur. Ik heb geen enkel blokje of USB-poort weten te vinden waarbij het sneller gaat. En 2 uur is gewoon echt wel lang op een batterijduur van 1,5 dag als je hem veel gebruikt. Kijk, als die batterijduur nou zo kort is en je kan hem 's ochtends in 10 minuutjes even weer volladen, dan is het nog niet zo'n groot probleem. Maar dat is dus helaas niet hoe het werkt en daarmee vind ik de batterijduur van dit apparaat wel echt een nadeel. Uiteindelijk is de Samsung Galaxy Watch 3 een fijne en uitgebreide smartwatch met vooral hele fijne bediening. Ik vind dat ringetje om het scherm echt heel slim bedacht. Hij heeft alle functies zo ongeveer die je kunt bedenken. Het enige jammere is dat Samsung Pay nog niet werkt in Nederland, dus betalen kan voorlopig niet in ons land. Los daarvan is het echt een hele goede deal, omdat je goed werkende uitgebreide functies krijgt voor een prijs van €230 voor de kleine versie, wat nog niet eens zo heel erg veel is. Het enige echte nadeel van het horloge vind ik de batterij. Die gaat gewoon niet zo lang mee en laat heel erg traag op. En die combinatie is wat mij betreft gewoon vervelend. Als je het nou niet erg vindt om bijvoorbeeld geen slaaptrekking te hebben en hem elke nacht oplaadt, of bijvoorbeeld tijdens je ontbijt elke dag oplaadt en je doet daar een beetje lang over. Er zijn echt wel mogelijkheden, maar het is wel een apparaat waar je gewoon steeds aan moet denken om hem opgeladen te houden. En dat vind ik persoonlijk een groot nadeel van een smartwatch. Als je daarmee kunt leven, is dit denk ik een van de beste opties die je kunt vinden voor een Android smartphone. En de prijs van €230 voor de kleine versie, of ongeveer €270 voor de grote versie, is ook gewoon heel erg netjes. Ik ben Smartphone van Dominique en dit was de Samsung Galaxy Watch 3. Mocht je nou nog vragen hebben, laat het even weten in de reacties onder deze video. Zal ik kijken of ik ze kan beantwoorden. Verder bedank ik je voor het kijken. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. En abonneer je op mijn kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Tot slot vraag ik me ook af, wil jij meer smartwatch reviews zien? Laat dat ook even weten in de reacties onder deze video. Dan ga ik daarmee aan de slag.